project met diepte, met meerdere kunstdisciplines bij elkaar. En het eiland onderzoeken. Dus er niet alleen maar zijn, maar het ook onderzoeken. Daar komt het een beetje vandaan. Ja, er zat ook een filmische abstractie bij van het eiland. Hoe is dat tot stand gekomen? We zijn gevraagd om als collectief 33 in derde visuals te maken bij het project. En daarbij zijn we met z'n drie een week op het eiland geweest ook om, om daar eigenlijk alles te ontwikkelen. Helemaal met een carte blanche eigenlijk op basis van de muziek die we daar ook hoorden, omdat die daar ook ter plekke werd gespeeld en ontwikkeld. Het is wel een beetje misschien eerder een soort collage misschien van verschillende lagen en stappen in het beeld ontwikkelen. We zaten 's nachts daar te beamen en dat was voor ons gewoon alsof we aan het jammen waren in de duinen, zeg maar. Ja. En dat is hopelijk iets wat we dan weer kunnen laten zien aan het publiek door het hier naast het optreden weer te projecteren. We zijn van plan om er nog een video van te maken, is de bedoeling, na het festival. Maar hoe snel dat zal gaan, dat weten we nog niet. Nee, maar volgens jou Oerol daar niks over te zeggen ofzo? Sorry? Oerol, zou dat nog een ding zijn? daar ga jij niet over. Gewetensvraag. Nou ja, we hebben geen idee. Nee. We zien het wel.